Hoeveel eiwitten heb ik dag dagelijks nodig om spieren op te bouwen? Er zijn eigenlijk vier belangrijke richtlijnen waar je eigenlijk dat dagelijks voedingspatroon voldoende aandacht moet aan spenderen om je spiermassa te vergroten. De eerste richtlijn eet voldoende eiwitten. Want onze spieren bestaan voor 22% uit eiwitten. Dus als je je spiermassa wil gaan vergroten, uh, dan spreekt het voor zich dat we ons lichaam en voornamelijk onze spieren moeten we voorzien van voldoende eiwitten. Streef daarom als sporter naar een eiwitinname van 1,5 tot 2 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht per dag. De tweede richtlijn: streef naar 4 tot 5 eiwitinnames per dag. Concreet betekent dit dat je naast je drie hoofdmaaltijden nog één à twee eiwitrijke momenten, eiwitrijke snacks moet voorzien. De derde richtlijn: eet minimum 20 gram eiwitten per eetmoment. Dit wil dus zeggen dat je tijdens die 4 à 5 uh, eiwitinnames per dag uh, minimaal moet streven naar een eiwitinname van 20 gram. En dan de vierde en uh, de laatste rechtlijn, uh, kies voor dierlijke eiwitten. Want dierlijke eiwitten bevatten meer essentiële aminozuren en worden beter opgenomen ter hoogte van de spier ten opzichte van plantaardige bronnen. Een leuke tip die ik vaak meegeef mee met sporters bij de keuze van goede eiwitbronnen. Alles wat erop loopt, vliegt of zwemt zijn goede eiwitbronnen voor een sporter. De voorbeelden hiervan zijn een kip, een vis, een haas of een konijn.